en 7. Bovenste Plasmolen. Midden in de natuur van de Sint-Jansberg nabij Plasmolen vind je deze sprookjesachtige, eeuwenoude molen. Het is een midden- en bovenslag watermolen. De exacte ouderdom van de bovenste plasmolen is onbekend. Maar mogelijk komt het uit de 15e eeuw. Men denkt dat ergens tussen 1696 en 1720 de bovenste plasmolen omgebouwd is als papiermolen. George Schrijvers zag toen de grote vraag naar papier en het gat in de markt. Bij zijn overlijden in 1720 kon er op het erfpachtrecht van de papiermolen worden geboden. Uiteindelijk gaat de erfpacht in 1724 naar Von Duurham. Gezien het ankerjaartal van 1725 heeft hij de molen grondig gerenoveerd of herbouwd. Deze korenmolen ging daarna door als papiermolen. Er was veel behoefte aan papier. Bovenin de molen droogde men het papier. Er braken dan ook voorspoedige tijden aan. Zo voorspoedig dat de toenmalige molenaar Gradus Brond in 1780 een ondernemer hielp met het kopen van een huis. Hij leende hem 600 gulden. Na 120 florissante jaren stortte de papierindustrie in en in 1846 viel het doek voor de bovenste plasmolen. In 1848 bouwde men de molen om tot olie- en pelmolen. In 1861 kocht Baron van Verschuur de watermolen en vanaf 1865 werd het een korenmolen met twee maalstenen voor het malen en pellen van graan. Deze familie bouwde in de molen een eencilinder zuiggasmotor uit 1910 in. Hierdoor produceerde de molen ook tijdens droge perioden. In 1925 werd de houten molen vervangen door een stenen gebouw. Tijdens de verbouwing zijn dakpannen gebruikt om een gat in de muur te dichten. Die dakpannen waren resten van een naastgelegen Romeinse villa. Tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1944 werd de molen flink beschadigd en raakte het in verval. Nu nog kan je de inslagen zien in de bakstenen van de voorgevel. Gelukkig restaureerde men de molen in samenwerking met Natuurmonumenten in 1999. De twee koppels maalstenen worden aangedreven door het water dat een groot ijzeren waterrad in beweging zet. Bijzonder is dat de molen zowel aan de bovenkant als de onderkant gevoed kan worden met water, wat het een dubbelslagmolen maakt. Deze molen heeft dus twee mogelijkheden. En bovenlangs stroomt het water dat via een beek vanuit het hoger gelegen groene water komt. En nee, dat water is niet groen. En waarom dat zo heet, weet ik niet. Nee. En hou eens op met dat vragen en dat zogenaamd leuk zwaaien naar mij.